En het oog op de toekomst. Dit is de andere krant podcast. Dit is de andere krant podcast. We gaan weer verder met uh, een hele bijzondere week. Met een hele bijzondere gast ook. Dat is hoofdredacteur Karel Bekman. Karel, welkom. Goeiedag, Niels. Hallo. Karel, we gaan. Zo, de... zo bijzonder werk nou ook weer niet, hoor. Vind je? Nou, ik vind het wel eigenlijk. <laughs> We hebben weer een, een verse krant voor ons liggen. Uh, die zal morgen bij de mensen in de bus komen. En uh, de kop die, die zegt het volgende. Kabinet sloopt samenleving tegen advies ambtenaren in. Uh, dat, dat, dat knalt wel weer lekker in moet ik zeggen. Ja het is weer een verbijsterend uh, verhaal eigenlijk. Um, en um, ik, ik moet het uitleggen natuurlijk. Uh, wat er uh, aan de hand is, is dat um, er zijn een aantal... WOP-verzoeken gedaan. Hè. Uh, dat is, uh, ja, dan, dan, dan moet de overheid documenten vrijgeven. Uh -huh. En um, dat heeft betrekking op het coronabeleid. En die documenten zijn eind december vrijgegeven. Op een website geplaatst van de Rijksoverheid. Uh -huh. um, dat is www.covid-19.rijksoverheid.nl. Normaal staan die, die WOP-documenten op een andere website, maar deze hebben ze een beetje verstopt. En uh, dat gaat om ongeveer 13.000 pagina's. En uh, de juristen Jeroen Pols en Maria Louise Genet uh, hebben uh, een aantal van die documenten doorgewerkt. Uh, nog niet allemaal. Mm -hmm, ja. En uh, kwamen daarbij tot uh, tamelijk verbijsterende bevindingen. Heb, dat, daar hebben zij een uitzending over gemaakt, ook bij uh, Café Weltschmerz. Die hoorde ik deze week en ik dacht van ja, dit, dit is gewoon ongelooflijk. En wat vooral ongelooflijk is, is dat het door de andere media niet is opgepakt tot nu toe. Wat is er namelijk aan de hand, hè? Dat, dat, dat zal ik even uh, uitleggen. Ja. Uh, wat nu blijkt, is dat topambtenaren van het ministerie van Financiën, Sociale Zaken en Economische Zaken, dat noemen ze de troika. Maar het zijn vooral, uh, vooral financiën. Die hebben eigenlijk vanaf maart 2020 al vanaf het begin uh, protest aangetekend tegen alle coronamaatregelen. Ze hebben dus in een serie van beleidsadviezen aan hun eigen ministers mm -hmm. hè, hebben, ze, hebben ze keer op keer gezegd dat de maatregelen die worden genomen eigenlijk desastreus zijn. Jeetje. En dan moet je denken aan de schoolsluitingen vooral. Daar, daar gaan ze keer op keer zeggen ze tegen de minister: hou die scholen open, doe die scholen open. Um, maar ook bedrijfssluitingen, ook het gedwongen thuiswerken, uh, het beperken van contacten. Ze zijn uh, uitermate kritisch in, die, uh, in die, zeg maar de, de beleidsadviezen naar die hun minister. In dit geval vooral Wopke uh, Hoekstra was dat natuurlijk. Die moet dat meenemen naar zo'n kabinetsberaad. Ja. En uh, nou ja, wat, wat we weten is dus dat er totaal niet naar geluisterd is, naar die adviezen. Ja. Dus die, die ambtenaren zeggen van, wat, wat, wat het kabinet aan het doen is, is rampzalig. Zeggen ze keer op keer vanaf maart 2020. En die documenten die lopen tot en met uh, mei 2021. En uh, ja... Er wordt niks gedaan, de, de maatregelen denderen maar door. En um, Jeroen Pools, um, jurist van viruswaarheid en, en Maria Louise Ginette, die concluderen daar eigenlijk uit dat ja, het gaat helemaal niet om het effect van die maatregelen. Want die ambtenaren leggen steeds uit van die, de, de, de effecten, de positieve effecten zijn er niet. Die zijn er niet, nee. En nee. de negatieve nee. effecten zijn, zijn verschrikkelijk. Uh, dus blijkbaar, zeggen Pols en Jeanette, gaat het niet om uh, het effect van die maatregelen, maar worden de maatregelen genomen omdat ja, men al dit wil doen en bewust de samenleving wil slopen? Ja, daar lijkt, lijkt het wel op. Hè. Dat zijn wel hele heftige conclusies die je dan trekt. Maar ja, goed, na die informatie uh, kun je dan niet anders misschien. Maar... Wat ik niet begrijp is, je hebt toch als hoge ambtenaar ook een verantwoording? Dat je, dat je, dit, dat je dit gewoon naar buiten brengt. Ik bedoel, het is nu naar boven gekomen of, of, uh, of, of zie ik dat verkeerd? Een verantwoording. Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, uh, ik denk dat, dat, dat zij daar niet zomaar mee naar buiten kunnen natuurlijk. Okay. Dat, is, dat is vertrouwelijk. En zij, zij kunnen alleen maar advies geven aan hun minister. En uh, ja, ze kunnen het lekken naar de pers of zo, als ze, als, ze, als ze dat willen. Dat hebben ze blijkbaar niet gedaan. Ik, ik denk dat je die ambtenaren dit op zich niet uh, kwalijk kunt nemen. Um, ik denk dat je uh, moet vaststellen dat, uh, dat er, ten eerste was het wel heel interessant natuurlijk, dat er heel veel weerstand is toch uh, bij de ministeries tegen dit beleid. En wat, wat zij dus ook zeggen is dat... Um, uh, er wordt totaal niet naar hun geluisterd. Daar klagen ze op een gegeven moment ook over. Want ze zeggen: van ja, het ministerie van VWS, volksgezondheid, die, mm -hmm. uh, die overleggen dan met ons in een werkgroep. Maar met wat wij inbrengen, wordt steeds niks gedaan. Ja. Ze wekken de suggestie dat er wordt overlegd. Maar in werkelijkheid wordt er niks overlegd. En wat ze zeggen is dat de besluiten worden genomen door in feite ja, uh, het NCTV. Dat is een beetje vreemd. Uh, dat is de Nationaal Coördinator Terrorisme. Terrorismebestrijding. Ja. Ja. Uh, die club, die, uh, die coördineert zeg maar, dat, dat, dat coronabeleid voor, uh, voor de minister van Justitie. En uh, zij zeggen dat, dat die bepalen in feite alles. En het OMT levert ja, de adviezen die gevraagd worden. Uh, okay. Maar de maatregelen staan eigenlijk al vast. Ja. Uh, en. Um, ja, en, en volksgezondheid, VWS, die, die, die ramt ze er doorheen. Ja, uh, ja dus dat, dat, uh, dat is dan ja, de trieste conclusie uh, die je moet trekken. En, uh, want, want die, die brieven, die, die beleidsadviezen, zeg maar, die liegen er niet om. Hè? De, uh, ze geven aan bijvoorbeeld de effecten op kinderen van deze maatregelen, leerlingen, zijn echt. Uh, Heel ernstig. Hè. Dus, dus de leerachterstanden worden groter. Wat ook. Uh, ze, ze, ze gaan gewoon. Deze kinderen gaan inleveren. Later. Gewoon op hun verdienvermogen zelfs. Jongen, jongen, jongen. Jonge. En. en um, wat, wat ook heel. Uh, Schijnend is. Wat ze ook zeggen. Is dat er een. Er vindt een herverdeling van welvaart plaats. In feite. Van. Van jong naar oud. Jong levert in. Ja. De kinderen leveren in. De jeugd levert in. Ja. De staatsschuld loopt op. Maar op, 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 allerlei, uh, op allerlei manieren. En dat blijven ze steeds maar herhalen. Um, ook de gedwongen bedrijfssluitingen natuurlijk. De, de, de niet-essentiële winkels, de horeca, de, de cultuur. Dat, uh, ja, daar daar uh, zijn zij ook zeer uh, kritisch over. En zij geven ook aan van, al deze belangen worden niet meegewogen in de besluitvorming. Het enige wat telt is dat virus blijkbaar, maar uh, zij, zij, de balans is volledig zo. Nou, ik ben even benieuwd, want ik, ik, ik las daar ook iets over, maar misschien dat jij beter kan uitleggen. Uh, de, de rol van het OMT hierin. Nou ja, dat, dat, uh, dat weet ik niet zo goed. Kijk, ja, wat zij zeggen, dat is wel inderdaad wel interessant. Ja, ja je hebt, ik, ik weet wat je, waar je op doet. Want, want wat ze zeggen, ja, de, wij vinden eigenlijk dat de, onze minister moet aangeven dat die OMT-leden niet de hele tijd in het nieuws komen. Dat zij helemaal eigenlijk niet, geen media moeten geven. Ja. Uh, want dat schijnt dus in Engeland ook uh, zo te zijn: hè, dat, die, dat die de leden van hun OMT geven geen optredens in de media. Oh, kijk, oh, ja. dat verschil. Ja, dat, en, ja. en uh, dus dat, dat, uh, dat, dat zit hun bijzonder dwars, hè, dat de dat die OMT uh, op die manier zeg maar, het beleid bepaalt. Ja. Uh, het OMT is een adviesorgaan en met een beperkt blikveld natuurlijk. Ja, ze, 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 ze sturen vooral op hè, dan virologische data, maar het is het kabinet. Moet besluiten nemen, niet het OMT. Nee. En ze worden. In feite wordt het kabinet uh, voor een vet accompli gesteld als, als de uh, OMT in, in de media gaat dingen gaan beweren. van we moeten dit of dat. Ja. Nu zijn er heel veel documenten vrijgekomen, zei je net. Uh, zijn die ergens te lezen ook? Ja, dat, uh, dat gaf ik al aan. De website is wobcovid19.rijksoverheid.nl. staat ook in het uh, artikel. En um, ik hoop dat er meer uh, journalisten zijn die dat uh, nu gaan oppakken. Ja. ja. Uh, en wij gaan er natuurlijk ook uh, in, in, in verder en kijken wat, er, wat die documenten nog meer uh, te bieden hebben. Ja, ja belangrijk onderwerp natuurlijk. Uh, we, we kunnen ook even verder kijken, want er staat natuurlijk meer in de krant dan alleen dit, ja. uh, dit stuk over uh, het kabinet. Ja. Nog even als laatste misschien dat ik. Uh, ik, ik mag ook hopen dat Kamerleden. Uh, hier nota van nemen en, en, en vragen hierover gaan stellen. Ja, ja uh, precies. Nou, we hebben de krant hier voor ons liggen, Karel. Uh, laten we eens even kijken wat we, wat we hier uh, verder nog in hebben staan. Uh, ik zie bijvoorbeeld iets over een um, uh, Stichting voor Zij. Ja, we hebben nog heel veel andere interessante onderwerpen. Dus uh, ja, ik zou zeggen, neem een abonnement of lees die krant. Uh, we hebben bijvoorbeeld een artikel over de wijziging van de transgenderwet, dat is heel heel interessant. Ik wist daar zelf niks van. Um, het is nu al zo dat, dat mensen in feite zelf kunnen bepalen wat voor gender, wat voor geslachten ze, ze hebben. Maar daar moeten ze dan nog wel een uh, of een uh, doktersverklaring of zo voor overhandigen. Mm -hmm. Maar die wet wordt nu versoepeld. En dat betekent dat je eigenlijk zelf kunt aangeven van ik ben een man of ik ben een vrouw. Oh, oké. Okay. Ja, of ik ben iets anders, dat weet ik niet. Maar... En deze stichting, dat, dat is van, het is een, een feministische uh, club die zegt van jou, ja, dit is eigenlijk voor vrouwen helemaal niet zo uh, fijn. Het kan namelijk uh, gevaren opleveren, want er zijn, ja, in feite uh, mensen met een penis, zeg maar, die dus nu als vrouw... Uh, Geregistreerd staan die kunnen oh. in, een, in een blijf van mijn lijf huis komen, die kunnen op allerlei plekken komen dan waar vrouwen uh, normaal met elkaar zijn, oké. Okay. En, um, en ja, dat kan een bedreiging zijn, misschien ook voor kinderen. Het is in ieder geval heel bizar dat uh, ja, ik, ik denk dat dat van deze stichting voor zij die daar die hier dus tegen die wijziging is, dat ik denk dat dat een legitiem standpunt is, maar. Um, dat, als, je, als je weet wat voor maatschappij we nu leven, is dat uh, hun Twitter-account is geblokkeerd en uh, hun bankrekening is zelfs opgeheven. Blijkbaar omdat zij iets vinden van transgenders wat oh, niet, okay. mag, niet mag of zo. Want ik, ik kan er geen andere reden voor. De censuur gaat een... steeds verder, hè? Het ja. zit overal geïnfiltreerd. Ja, en wat ik ook niet moet vergeten, we hebben ook een verhaal over MH17, ook uh, belangrijk nieuws. Uh, Erik van der Beek uh, is een... Uh, Journalist die uh, zich hier al jaren mee bezighoudt, heeft er nu uh, ook een boek geschreven. Dat heet De Onderste Steen. Um, een non-fictie detective noemt hij het. Uh, en uh, ja, Erik weet heel veel van dit onderwerp af. En uh, zijn verhaal, maar dat, 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 dat moet je ook eigenlijk in de krant lezen. Um, dat gaat over dat het kabinet uh, Oekraïne eigenlijk ontziet. He, want je, je zou Oekraïne ook aansprakelijk kunnen stellen, bijvoorbeeld voor het openhouden van het luchtruim destijds he, bij die ramp. Want dat, uh, daar waren toen al iets van 16 militaire vliegtuigen neergeschoten boven Oekraïne. Maar ze hielden nog steeds het, het, het luchtruim open voor burgerluchtvaart. Oké. Okay. Over uh, Oekraïne gesproken, he, hebben wij daar nog aandacht voor? Uh, ja, ja ja, ja, ja. Maar goed, kijk, dit verhaal, om het om ja. heel even af te maken, is dat. Um, het kabinet heeft steeds volgehouden, ook tegenover de Tweede Kamer, van wij uh, we kunnen Oekraïne niet sprake stellen, want daar zijn niet voldoende gronden voor. Maar wat nu blijkt, dat heeft Erik boven water gehaald, is dat ze in een uh, gesprek met nabestaanden hebben gezegd van ja, we kunnen Oekraïne niet, uh, we willen Oekraïne niet sprake stellen, want dat zou de samenwerking met Oekraïne in het Joint Investigation Team in gevaar brengen. Ah. Nou, dat is natuurlijk een hele andere reden. Hè? Dat, dat is ook een beetje vreemd misschien dat Oekraïne in dat uh, onderzoeksteam zit. Goed, um, ja, nog veel meer uh, over de nieuwe wet tegen antidemocratische organisaties we hebben we een uh, artikel. Dat, dat, uh, dat is ook een bedreiging voor, uh, ja, voor, 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 voor de vrijheid, zeg maar, voor de vrijheid van meningsuiting ook. Uh, de overheid heeft meer middelen om zogeheten antidemocratische organisaties uh, aan te pakken. Rusland en Oekraïne, ja, daar hebben we ook eigenlijk ook wel een, een heel bijzonder verhaal. Ik vond dat heel bijzonder dat. Uh, Wat nu blijkt, dat is een, een Franse journalist heeft dat uh, opgeschreven, Thierry Messan. Dat uh, er een plan is, een, een strategie vanuit de Verenigde Staten, die is ontwikkeld door de RAND uh, Cor Corporation. RAND voor uh, mensen, die is r a n d En die, die uh, dat is eigenlijk de meest prestigieuze consultancy van de Amerikaanse overheid. En al decennia lang, weet je, dus alle mensen van Harvard en weet ik veel, die zitten, okay. daar, die zitten daarin. Dat is echt een top uh, adviesorgaan. Uh, en die hebben in 2019 al een plan vast, uh, vastgesteld hoe, hoe Amerika-Rusland kan uh, naaien, zullen we maar zeggen. Ja, ja destabiliseren of zo. Destabiliseren, ja, 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 ja. ja. Door ze steeds uit de tent te lokken. En dat... Onder andere, dat is één, één manier. Uh, en dat, dat uh, doen ze bijvoorbeeld, hebben ze bijvoorbeeld gedaan in Kaarsgestan. Doen ze nu ook weer in Oekraïne. Dus um, ja, dat, uh, dat, dat is iets wat de andere kant uh, graag doet, uh, de andere kant belichten hè, ja, van, uh, van uh, ook van het buitenlandse nieuws. Want uh, ja, iedereen gaat nu weer mee in het verhaal dat de Russen de bozen zoenen zijn. En uh, dat, uh, dat ligt uh, iets, uh, iets wat genuanceerd. Goed, we hebben ook nog een, uh, een interview met VN-rapporteur Niels Meltzer, Ook belangrijk. Oh, ja, die is die, uh, een aantal weken geleden was hij ook even in het nieuws. Hè? Ja, die heeft uh, toen uh, kritiek gehad op het politiegeweld bij de demonstraties. En hij trekt uh, daar helemaal niets van terug. Hè, ondanks dat hij daarvoor uh, onder druk is gezet. En in, uh, in dit interview gaat hij in op uh, ja, zijn, zijn bevindingen. Nou ja, en, en dit is eigenlijk nog maar een tipje van de sluier, want uh, uh, de krant heeft ook nog veel meer te bieden, verhalen over uh, de nieuwe samenleving. Uh, uh, um, over nieuwe vormen van eigendomsrecht. Een, uh, een interview met Tom de Ket, maar daar ga je direct nog over spreken. Ook met Hans van Tellingen, een uh, bekende retail expert. Een interview. Um, een brief van 16 rechtsgeleerden die uh, een oproep doen om de, uh, het beleid ten aanzien van de kinderen vooral te veranderen. Want zij constateren dat, uh, dat wat we eigenlijk in het begin van de uitzending ook al. Zeiden hè, dat, dat die de dupe zijn van, van dit uh, coronabeleid. Ja, ja, er komen ook steeds meer onderzoeken naar boven die, uh, die dat bevestigen. Ja. Dus, uh, ja. Oké, okay, nou daar hebben we de krant even doorgelopen, Karel. Uh, te lezen. Ja, er dat, dat staat weer veel in. En uh, ik denk dat je daar een heel weekend uh, wel zoet mee bent. Uh. Ja, nou, ja. <laughs> Oké, okay, uh, dankjewel. En uh, gedaan. We, we spreken elkaar snel weer. Oké, okay, dankje. Lees je eens in, zin. pak eens de andere krant. Mijn krant. Ik ga verder met theatermaker en schrijver voor de andere krant, Ab Gietelink. App, uh, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Je ziet er wel een beetje pipjes uit, uh, App, moet ik zeggen. Ik heb uh, afgelopen week Omikron gehad, dat is een soort keelgriep, is dat. En daar ben ik langzamerhand doorheen. Ik had eigenlijk maar twee dagen echt last van dikke keel. Ja, daarbij is het allemaal een beetje overdreven gehypt, maar. Uh, ik heb dat eigenlijk ieder jaar wel een keer behalve vorig jaar. Toen was ik, uh, had iedereen had uh, geen dood van de corona en ik voelde me verschrikkelijk fit. Dus dat is het probleem. Ja, nee, precies. Nou, goed dat je er bent. Je hebt een heel mooi interview gemaakt met uh, theatermaker Tom de Ket. Uh, je kent hem ook persoonlijk. Yeah. Um, we we lopen er even doorheen, want er zijn wel een aantal dingen die ik wel opvallend vond. Um, ja. Uh, nou ja, wat, wat wil je er zelf even over vertellen? Want jij, jij bent natuurlijk best zelf ook getroffen door die situatie hè, van corona en met het, met het theater. Ja, Tom de Ket en Jos van Houts uh, dat is eigenlijk een soort cabaret duo die uh, kritisch, maatschappelijk politiek theater maakt. Dat maakte ik zelf ook. Ik ben ook van hun generatie. Wij kennen elkaar al 30 jaar echt. Ik, ik werkte toen als programma maker bij de Bali eind jaren 80, dus 35 jaar. En hij. Maakte daar toen zijn eerste uh, experimentele theatervoorstellingen. En je moet je voorstellen, theater in die tijd was hot. Waarom waren wij bij theater? Dat was gewoon het meest hotte wat er was. Dat was nog voor het internet. Daarna kwam het internet, uh, de digitale stad. Ja. En ja, uh, live bijeenkomsten en experimenteel. En wij waren de avant-garde. Zo werd er ook over. over. Dat vonden we zelf ook natuurlijk. Maar ja. dat, dat was allemaal heel, heel erg inspirerend. En heel veel mensen maakten toen theater. En dat is ook geworden in de loop van de decennia tot een enorme, uitgebreide branche. Nederland, mag ik wel zeggen, liep op dat front voorop in de wereld ook. Hè? Die, oh wow. die, 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 die experimentele theater uh, scene. En dat heeft zich later ook uh, verspreid in de decennia daarna... Dat, ...dat overal in dit land, in alle kleinere steden... ...ook grote theaters en schouwburgers zijn gebouwd, cultuurcentra. En er waren op een bepaald moment misschien wel duizend premières per jaar... ...waar dus uh, tienduizenden, misschien wel honderdduizenden voorstellingen werden gespeeld. En, uh, en, en dat is theater en, en dans en muziek, met name podiumkunst natuurlijk... En dat is op een verschrikkelijke manier gestopt, ja. stilgelegd. En uh, nou ja, daar moeten we het over hebben. En, en daar zijn eigenlijk twee kanten in. Het ene zijn de gesubsidieerde instellingen, vaak door gemeenten. Ja, dat zijn met name de schouwburgen en de theaters en de concertzalen en zo. Ja, daar werken gewoon mensen die een vast inkomen hebben, een cao-inkomen... Ja, die vinden het wel vervelend, maar ondertussen blijven ze gewoon lekker thuis natuurlijk en krijgen hun inkomen bijgeschreven en hun pensioen ook. Ja, wat, wat ik maar interessant vond, ik heb het ja. interview even doorgelezen en wat, een van de dingen die naar voren kwam was... Ja, het begin uh, moesten we in lockdown en waren ze echt in de veronderstelling. Nou, twee weekjes en dan zijn we er weer uit, weet je wel, en, ja, uh, en dan ja, gaan we gewoon weer lekker verder. Ja. En toen gingen ze een, een beetje een, een kritisch corona verhaal gingen ze eigenlijk de wereld in brengen en dat werd helemaal niet geaccepteerd, hè? Nee, het was een beetje. Ik, ik had dat verhaal van zijn collega George van Hout, die ik voor Weltsmets interviewde in mei 2020 ook. En George. Was toen ook een van de enigen, net als Tom en ik, die heel erg hard uh, tekeer gingen. Ze hebben helemaal gek, En die zei: We hebben een nieuwe voorstelling, die heet Pande Paniek. Ja. En die gaan wij uitbrengen in de zomer van 2020 of in het najaar. En ja, dat is een hele succesvolle groep. Dus die, die stond gewoon uh, 100, 200 keer in de schouwburg, inclusief Carré. Hè, met, met grote namen als Pierre Bokma en, en, en uh, Victor Leu en zo. En, en uh, Tom de Ket en, en George van Oudstal en, en andere mensen. En hij vertelde mij later, Jos, maar ook Tom nu dus. Ja, ze kwamen daar en deden ze de eerste voorstelling in, in de kunstmiddel in Dordrecht. En eh, daar werden mensen langs lijnen binnengehaald, en die moesten mondkapjes op, en die werden op anderhalve meter gezet. En dat duurde een uur voordat die schouwburgsverhaal van 700 mensen met ongeveer 150 mensen gevuld was. Want meer mochten er namelijk niet in, want ja. dan is die anderhalve meter er niet. En die mensen zaten daar dus volledig verloren. En die jongens hebben natuurlijk een komische voorstelling, die komen op... Ja. En dat mislukte volledig, want ze kregen niks terug. Nee, nee. En uh, uh, ze hadden het gevoel van wat daar gebeurt... is volledig ab veel absurder dan wat wij op het podium kunnen. Ja, maar als je even teruggaan naar wat je net zei... mensen worden in, in zo'n ruimte geleid met pijlen, uh, anderhalf meter afstand. Ja. Dus dan zit je al in die beleving van uh, we moeten ons aan die regels houden... en dat dan ja. uh, in een soort controlemechanisme, laat ik het zo zeggen. Ja. En uh, als je dat dan helemaal weer gaat afbreken, vervolgens met een show... Uh, dat werkt dus blijkbaar dus niet. Ja, daarbij ging de show natuurlijk, dat begrijp je, was panden, paniek. Ja, dus indirect, ja. uh, indirect ging het allemaal ook over corona. Precies. En ja, dat lag dan, dat lag dan schijnbaar voor heel veel mensen, ook voor, zelfs van hun publiek, wat natuurlijk met name een beetje links publiek is, links uh, intellectueel publiek, lag schijnbaar uh, moeilijk, want heel veel mensen, ook in linkse kring, waar wij als kunstenaars natuurlijk zelf grotendeels uitkomen, ja, die, die geloven daar dus in. Had ja. die geloven in de ernst en, en, en van het verhaal, dus dat je dat op de hak neemt, dat, dat viel niet echt heel erg goed. <laughs> en Charles en die, die, die zei, die, dit is een man die 30, 40 jaar op het podium staat, die, die kreeg bijna een hartaanval. want hij kreeg gewoon niks, niks terug, zei hij. En in Sneek was de volgende, dat was ook een rampenplan, vertelde die. En, en de volgende dag kwam de volledige lockdown. En uh, de praten we dus Oktober 2020 zegt, nou oh, dat is twee weken, dan gaan we gewoon weer door. Ja. En dat bleek gewoon tot, tot, tot juni 2020, dus, dus acht maanden later te duren. Nou toen was het seizoen over en, en de ja. zomer kwam eraan. En dat, en precies, maar dan heb je ook vervolgens, dan, uh, dan, dan zien we dat er steeds meer dingen niet kloppen. Uh, als je een beetje je onderzoek doet, nou heel veel mensen uh, spreken zich uit, maar in de theaterwereld uh, gebeurt dat eigenlijk maar mondjesmaat. Maar we hebben wel iemand... Die zich nou, kort geleden heeft uitgesproken. Die wil ik even aan je laten horen. En uh, daar gaan we nu even naar luisteren. Ja. Ja. Wij werken niet voor jullie. Het gaat over de vrijheid. Het gaat over de vrijheid. En ik wil vrij zijn. We zijn geen China. We moeten niet veranderen in China. We moeten concurreren met China door juist door die vrijheid creatief te zijn. De vrijheid van ideeën te laten stromen. Dat is hoe wij willen leven. Dat is de samenleving waar wij in willen leven. Ik in elk geval. En ik hoop dat ik niet de enige ben, dus. Please, please, please. Help, please help. En kom in verzet. Laat je stem horen hiertegen. Het gaat om de vrijheid. Het gaat ook voor jou. Poes. Okay. Ja, dit was even Hans Theo, ja. maar ik weet je, dit, het is nu januari 2022. Ja. Uh, Ab. Uh, ja. jij, jij hebt al veel eerder aan de bel uh, kunnen trekken. Ja. Wat, je luistert hiernaar. Tuurlijk, het is komisch, het is goed gedaan, maar is het niet een beetje laat? Ja, maar Hans Theo heeft zich al eerder uitgesproken, herinner ik me. Dus het is niet zo dat hij dit voor het eerst nu zegt. Ja, als je dit voor het eerst nu zou zeggen, dan denk ik, dit is een probleem. En dat was ook onze, onze lachgelust als het ging over die, die kapsalontheater. Oh ja. Sjors uh, heeft daar echt een fantastische actie op gedaan... waar iedereen ontzettend op moest lachen op Twitter... Dat hij zichzelf solidair verklaarde. En uh, vervolgens uh, die mensen helemaal begonnen af te zeiken. Dus hun eigen collega. En ik heb dat zelf ook in een tweet uh, verwerkt. Ik zeg: ja, ik ben ook solidair ermee. Maar waar de fuck waren jullie de afgelopen twee jaar? Want jullie waren de fuck het, 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 het netste jongetje van de klas. En je gaat het me niet maken dat als ik, als ik bij je kapsalon kom, dat ik niet binnenkom omdat ik geen QR-code heb. En mondkapje heb. En niet op anderhalve meter zit. Want ja. dat is nog wel steeds aan de hand. Ze hebben nu voor elkaar gekregen dat ze tot tien uur open mochten blijven. Ik mijn voorstellingen duurden altijd na tien uur, maar goed. Euh, dus hoe ze daar, je, je, je gaat halverwege de voorstelling stoppen of zo. Ja. En dan vervolgens ook nog je publiek lopen dwingen om met je mondkapje en je anderhalve meter en je QR-paspoort te komen. Dus ik vind dat ik ben blij dat ik niet in het dilemma zit dat ik daar als kunstenaar over hoef te beslissen. Uh, toch nog even één vraag nog, op, hè, Want waar komt het nou vandaan hè, dat die, dat die... Die zien um, waar je in zit, dat hij die, dat die toch niet zo uh, op, de, op de barricades gaat staan. Nou ja, ik heb er natuurlijk uitgebreid met Tom over gehad. En hij zegt: Kijk, er is, mensen zijn ook gewoon bang. Maar er is ook een soort cancel culture. Met andere woorden, als je je niet committeert, dan word je gewoon een beetje buitengesloten. En zij, eh, mensen zijn eigenlijk gewoon geconcentreerd voor zover ze dan kunst maken. Dat heet dan troostkunst. Zijn woord, maar. De, troostkunst. De, de troostkunst. <laughs> en dat staat natuurlijk in, in vrij contrast. met wat hij en ook ik. natuurlijk, deed. waar een soort politiek geëngageerde dimensie in zet. Vanuit ons perspectief is het zo. kunst is er voor de kritiek. Dat geldt voor de man die je net liet horen uh, ook. Hè? Kunst is er voor de kritiek. voor, voor het mens en voor de opstanding van de mens. En de manier waarop de kunst nu gedefinieerd is. En, en de functie die ze heeft gehad in, in, in de coronapandemie is eigenlijk troostend. Want het is allemaal heel erg en dan gaan we mooie klassieke muziek maken. En dan gaan we een mooi gedicht doen om ons te troosten. Ja, 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 ja. tjonge, jongen. Jonge. <laughs> het is, uh, ja, het laatste is wat mij betreft niet zoveel meer mis. Maar het, het leidt af van de opstand die nodig is. En, en, en het engagement wat de afgelopen twee jaar natuurlijk gemist heeft. Ja, nou ik hoop dat meer mensen geïnspireerd uh, raken. Um, op een gegeven moment is dit voorbij. Op een gegeven moment dan, dan gaat er weer iets komen in de kunst en cultuursector. Dan ga je weer, uh, misschien ook met, met elkaar samenwerken. Want is er, is er nou een soort van tweedeling? Is er nou uh, hoe, hoe werkt het in de cultuursector, in in die theaterwereld? Als je nou weer met elkaar verder moet daarna. Uh, ja, ik is, denk is, is dat het zo de mensen zand erover en weer verder. Of hoe ja, werkt dat? dat Weten we ook natuurlijk niet zo erg. Ik, ik, ik wil ook helemaal niet zeggen dat er, dat er een zware tweedeling is. Uh, het grootste deel van de kunstwereld heeft natuurlijk gewoon zijn mond gehouden is meegegaan. Dat de basis daarvoor ligt in die instituten. Hè? Wat ik net vertelde, dat zijn mensen die keurig dienst zijn en die keurig gesubsidieerd zijn en hun inkomen krijgen, et cetera. Het probleem ligt natuurlijk bij de kunstenaars. Want de kunstenaars. Die willen kunst maken, daar, dat is hun roeping. En twee, worden ze daar nog voor betaald ook. En als ze geen kunst maken, worden ze natuurlijk niet betaald. En je hebt een paar gesubsidieerde uh, gezelschappen die wel door zullen eten. Maar een heleboel mensen raten natuurlijk helemaal niet. En dit soort gezelschappen, wat niet eens gesubsidieerd is... Uh, dat heeft enorme verliezen geleden. Geldt voor mijn eigen uh, groep theaternomaden ook. En voor de acteurs, wij werken natuurlijk heel vaak met ZZP-acteurs... Technici, et etc. Die hebben natuurlijk ook allemaal geen werk. Nee, nee. Dus die hebben hoogstens een tozo heet dat. Ja, ja dat is een soort uh, veredelde bijstandsuitkering van duizend euro in de maand. Dus ze gaan niet dood van de honger of zo. Maar daarbij, even los van de hele financiële consequenties, is het zo dat je natuurlijk langzaam de loop raakt bij hè, de loop raakt eruit. Je raakt je publiek kwijt. Uh, het zal dus heel moeilijk worden. Als je zoveel angst gecreëerd hebt en die sector zo kapot hebt gemaakt, om dat helemaal weer opnieuw op te bouwen. En dat is niet alleen aan ons kunstenaars, het is ook natuurlijk aan, aan, aan de, aan de schouwburgen en de festivals, et cetera. En dat is natuurlijk wel heel zonde. En mensen realiseren zich dat allemaal niet. De gewone man realiseert zich dat niet. En dat. Dat, en de politiek, de politiek ook niet, en die virologen hebben überhaupt nergens wat mee te maken. En de media die kijkt voortdurend een andere kant op en die speelt mooi weer. Maar de kunstwereld heeft het voor een deel aan zichzelf te wijten. Men had heel erg zwaar op de, op de trommel moeten zetten. En gewoon een spandoek. In mijn tijd, de jaren tachtig, was het zo dat wij gewoon een spandoek aan het theater gingen. What the fuck is going on? Wij stop lockdown. Ja, maar ik weet je, ik ben, ook, ik, ik ben ook gewend dat cabaretiers, kunstenaars. die kunnen toch een beetje rebelleren. Dat lijkt wel of ze het dat, ja, dus, dat daar Ja, eh? dat klopt. En daar, daar zijn wij natuurlijk ook verbijsterd over. Daar heb ik uitgebreid met Tom en ook met George wel over gesproken. En. Ik heb hem natuurlijk ook gevraagd: wat gebeurt hier? Waarom is dat allemaal zo? Ja, ja. Heel interessant interview, wat je gemaakt hebt met Tom de Ket. Uh, echt de moeite waard van het lezen. Uh, vanaf morgen ligt hij in de bus. Ja. Uh, Abgieteling en Tom de Ket. En uh, dat staat op pagina 17. Ab, dank voor je tijd. Oké, okay, het beste. Dank je wel voor het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op TheAndereKrant.nl.